Nijmegenaar Taner Tabak vertegenwoordigt Nederland binnenkort op een wel heel bijzondere manier tijdens het World Dance Championship in Warschau. Taner doet wedstrijden in verschillende dansstijlen en in principe allemaal solo, behalve bij de Caribbean stijl. Die dans doet hij samen met zijn etalage pop, Linda. Linda staat zo als mijn poppetje en dan kom ik van hier, ik leg mijn bloemetje. Ik kom naast jou en dan doe ik dit en dan draai ik. Natuurlijk heb je wieltjes en dan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, kijk. Dansdocent Taner doet eind april mee aan het WK dansen in Polen. De Nijmegenaar hoopt successen te boeken met de stijlen salsa, bachata, marengo en Caribbean stijl. En die laatste doet hij samen met zijn etalagepop Linda van der Lindenberg. Het idee ontstond tijdens corona, toen Taner wilde oefenen met dansen en uiteindelijk een partner vond in Linda. Voordeel van met een pop te dansen is dat een pop accepteert geen fout. Een echte danspartner kan alles improviseren en zegt tegen je, oké, we kunnen dit corrigeren. Maar met een pop heb je geen kans om fout te maken. Dus voor perfectionisme, een pop is ideaal. Taner heeft Linda niet overgekocht van bijvoorbeeld een kledingwinkel. Door het verzamelen heeft hij Linda, samen met zijn vriendin, in elkaar gezet. Om ervoor te zorgen dat de pop makkelijk beweegt, zitten er wieltjes onder de voeten. Het is overigens niet voor het eerst dat Taner met Linda meedoet aan een wedstrijd. De Nijmegenaar had eerder dit jaar al de 2e, 3e en 9e plekken gewonnen in zijn categorieën op een ander WK. Ook nu heeft Taner er weer veel zin in. Heel veel landen doen mee, Nederland ook, maar van Nederland alleen één iemand gaat meedoen. En dat ben jij. Ja, ik vind het heel leuk, maar aan de andere kant zou ik een team hebben. Met een team, een nationaal team, zouden wij daar gaan. Net als Tsjechië, Polen, Duitsland, België. Voor een volgende WK hoopt Taner met een team te gaan, maar nu eerst alleen met Linda, die op dit moment al onderweg is via een vracht. Linda is hier nu niet, maar ik zou het wel ontzettend leuk vinden als je een stukje van jouw dans zou kunnen laten zien. Vind je het goed als ik eventjes voor Linda ga spelen? Prima, dat gaan we proberen.